Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal voor Weerplaza.nl. Momenteel zien we boven het noordoosten van Duitsland een regengebied terug. En dat regengebied dat trekt geleidelijk aan richting het westen. Maar neemt naarmate het steeds verder westelijk trekt richting het noordoosten van Nederland dus steeds verder in intensiteit af. En mogelijk dat het gewoon eigenlijk in Nederland vanavond helemaal droog is. Het wordt wel een beetje krapjes aan. Misschien dat er in het uiterste noordoosten van het land en op een aantal waddeneilanden een beetje regen zal gaan vallen. Maar op een groot aantal plaatsen zal het gewoon droog blijven. Als ik alles in beweging zet, dan is dat ook te zien. Een klein plukje regen ontstaat nu in het noordoosten van Duitsland. Je ziet dat het eigenlijk min of meer voor de Nederlandse grens oplost. En dat zal naar verwachting ook met het grotere regengebied gaan gebeuren. Tenminste, dat laten de weermodellen zien. Het blijft dus nog altijd eventjes afwachten. Tegelijkertijd zien we een lager drukgebied boven de, Spaanse, boven de Portugese kust, moet ik zeggen, zien we daar liggen en daardoor komt er morgen bij ons een min of meer zuidelijke tot zuidoostelijke stroming op gang en dan wordt er zachte lucht aangevoerd. Het was bij ons al vandaag wel bewolkt, dat had allemaal te maken met een lager drukgebied dat nu boven Frankrijk ligt en die bewolking die trok vandaag de hele dag over Nederland heen. Ook in aanvoerrichting nog steeds wolken, maar vanuit het zuiden komen al steeds meer opklaringen dichterbij, waarmee we dan later vanavond en vannacht te maken krijgen. Dan klaart het op en uiteindelijk, vooral morgen, gaan we de zon dus van tijd tot tijd zien. Waar we vandaag maar af en toe een keer de zon door het dikke wolkendek heen kwam. In de modelanimatie is dan ook te zien dat het steeds vaker gaat opklaren en dat het regengebied het noorden van het land is schampt, met tegelijkertijd ook oplost. Dan komt er morgen nog wel een storing dichterbij. Die gaat vooral in de Ardennen voor een aantal buien zorgen. Mogelijk met een klap onweer. Maar bij ons schijnt vaak de zon. Is het op veel plaatsen droog, met misschien in de avond een enkel buitje in het zuidwesten. Met, met temperaturen rond een graad of 20. Zondag lijkt het dan op veel plaatsen droog te blijven. Heel misschien een enkel buitje in het oosten en zuidoosten van het land. Maar ook dan nog geregeld zon. Maar al zijn er wel wat meer wolkenvelden dan op de zaterdag. Vanavond, dan vrijwel overal droog. In het noordoosten van het land, heel misschien een spatje regen. Maar vanuit het zuiden, steeds meer opklaringen. En dat, dat zet allemaal door. En dan is het vannacht uiteindelijk wisselend bewolkt. Onder de brede opklaring in Limburg kan het afkoelen tot 5 graden. Maar op andere plaatsen wordt het niet heel veel kouder dan 7 of 8 graden. En morgen, dan een prachtige voorjaarsdag. Het is eigenlijk overal gewoon droog. In de avond, dan misschien een buitje in het zuidoosten van het land. Dat vanaf Duitsland binnenkomt drijven. Maar dat mag eigenlijk allemaal niet echt naam hebben. De temperatuur loopt daarbij op naar 16 tot zo'n 20, lokaal 21 graden in het zuidoosten van Brabant, dus in de regio van Eindhoven. Misschien ook in Limburg, in de regio van El of in Assen, de bekende warme plekken in het land. Daar zal het misschien wel 21 graden kunnen worden. Aanzienig van een stevige wind, matig windkracht 4 uit het noordoosten, op de Wadden misschien eventjes vrij krachtige windkracht 5. En dan de komende dagen. Zondag ook nog wisselend bewolkt. Met misschien in het oosten en het zuidoosten van het land een enkele bui. Op veel plaatsen zal het gewoon droog blijven. En tussen de buien door schijnt ook gewoon de zon. Er zijn weer wel meer wolkenvelden dan op de zaterdag. Dus dat betekent dat er dan ook wat lagere temperaturen zijn met zo'n 14 tot 18 graden. En ook in het noordwesten van het land neemt later op de dag de bewolking toe, wordt het echt compleet grijs en dan daalt ook de temperatuur. Maar het lijkt wel tot aan middernacht overal droog te blijven. Maandag valt er dan in de ochtend misschien nog wat lichte regen of motregen. Maar in de loop van de middag dan wordt het droog en breekt de zon door. De temperatuur die, ja, die doet toch een flinke stap terug. Het wordt niet heel veel warmer dan een graad of 13. Dinsdag is het dan op veel plaatsen weer droog. Ook de temperatuur houdt dinsdag niet echt over. Maar de zon die is wel af en toe te zien. En de wind, kijk, die begint voorzichtig aan naar het zuiden te draaien. En dat zien we dan ook in de temperatuurontwikkeling terug. Dinsdag en woensdag er nog iets frissere dagen. Maar vanaf woensdag dan wordt de stijgende lijn alweer ingezet. En dan met name richting volgend weekend. Dan zou het dus kunnen zijn dat voor een aantal dagen de temperatuur structureel rond of iets boven de 20 graden uitkomt. Dat heeft allemaal te maken met een zuidelijke stroming die op gang komt. Dat, dat heeft allemaal te danken aan een laag drukgebied boven de Azoren. Daarin zit nog wel enige onzekerheid. Maar het lijkt er wel op dat in ieder geval de echt koude lucht uit het noorden dat het van ons verwijderd, ver verwijderd blijft. Maar met het warmer worden van de lucht, wordt de lucht toch wel iets onstabieler. En dat zien we dan terug in de neerslagkansen. Dat vanaf donderdag de kans op een enkele regen- of onweersbui gaat toenemen. Dus mocht het warm worden, dan neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Blijven we iets aan de koele kant, dan zal het overwegend droog zijn. Maar dan hebben we ook nog wel regelmatig te maken met wolkenvelden. En misschien af en toe een, keer een spatje motregen. Het is dus het een of het ander. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.